Leuk dat je kijkt naar deze allereerste weekvlog. Ik zit nu in de trein en vandaag gaan we naar Zwolle toe. Naar de opnames van Holland's Got Talent. Ik ben met Ines en Ines zit tegenover mij. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben me aan het scheren, Jamie. Zie je dat niet? Ze is een boekje aan het lezen. De Cosmo en we hebben aan het eten gehaald en drinken. Dit en over chipkaart. En ondertussen ben ik mijn telefoon aan het opladen met deze powerbank en we zijn nu bij Utrecht. Oh, die film is echt leuk. Daar wil ik zo graag heen. Ja, daar gaan we binnenkort heen. Goedemorgen, dames en heren. Welkom in de Intercity naar Amersfoort, Zwolle, Assen en Groningen. Dames en heren, op deze trein is er heel catering aanwezig. Zij komen straks bij u langs met koffie, thee of iets lekkers. Ze hebben ook batterijopladers voor uw telefoon en u kunt ook bij ze binnen. Op deze trein is er heel catering aanwezig. Wij wensen u een prettige reis. Real catering is aanwezig hier. Oké. Nou, het is nu 10:50 en we moeten nog letterlijk een uur rijden naar Zwolle en dan gaan we lekker naar het theater. Yay. Want daar zijn namelijk de opnames van Holland's Got Talent. Oh my god. Dus ik spreek jullie. Er ligt gewoon sneeuw hier en hier ging het helemaal. Oh, er ligt sneeuw! Ja, er ligt sneeuw. En Ines, laat dat filmpje zien. Alsjeblieft, zeer kijken. Zie dat filmpje is. Laat me eens dat filmpje zien. Ja, je ziet het op mij. Ik weet het goed. Wacht, ik ga het inzoomen. Je kan je het ondertussen zetten. Ja, die zet ik er ook tussen. Dus we rijden hier. Dat is super mooi. Nou, we lopen dus nu in Zwolle. En ik loop met Ines hier. En het is super. Het is echt kou buiten. We hebben gewoon echt een sjaal en zo om. Mega koud. Er ligt letterlijk overal lichter sneeuw. Echt daar op die berg. Daar rijd ik net een bus langs. En kijk hoe mooi Zwolle is. Echt, het is echt. Volgens mij is het een luxe neighborhood. Ja, het is echt een luxe-achtig straatje. Want kijk, daar is een hotel. En hier is nog ook iets of zo. Nou, ik laat jullie wel even zien. Naar station. Nou, wie had mij kunnen vertellen dat ik nog wel rustig op sneeuw kan staan? Woehoe. En we zijn hier bij een soort van museum met een heel raar ei of zo. En Ines die gaat hier dus naar beneden. Maar Ines, ik durf niet hoor. Ja, niet eng. Jamie gaat zo meteen op zijn bek. Oké, wacht even, guys. Ik ga hier dus naar beneden. En ja. Hi Ien. Hey Ines. Hi. We staan lekker in de sneeuw. En daar, dit bedoel ik. Dit, ik weet niet wat het is. Maar het is een soort van, het voelt net alsof we in een ander land zijn of zo. Nou, we zitten dus nu bij het theater te wachten. Bij het theater De Spiegel. En we gaan dus niet naar de musical Grease. Nee, we zitten hier iets te drinken. Nou, ik niet. Ines zit wat te drinken. Ze heeft een verse muntthee. En met honing en zo. En ze noemt net een hapje van de koekje. Het lijkt net alsof ze iets doet. Dus ja, dus dat eigenlijk. En dit is Ines aan het drinken. Verse muntthee met deze honing. Imker honing. En een koekje thee. Ja. En wij zitten zeg maar hier. We zijn bij Holland's Got Talent! Woehoe! Ja, in Theater De Spiegel in Zwolle. En kijk, Holland's Got Talent! Yay! We zijn er bij Holland's Got Talent! Daar zit Dem, Chantal, Angela en Gordon. En daar zit de jury. Nou, we hebben dus net opnames gehad voor Holland's Got Talent. Hoe vond je het, Ien? Langdradig. Heel langdradig. Het was echt, het was zeg maar optreden en dan was het zeg maar, dacht je dat je pauze had. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. En op een gegeven moment moest Ien zo nodig naar de wc. Ik ben sneller om te drinken. Huh? Ik
Ines wil niet in het shot komen. Dus, ik ga. Dus, ik spreek jullie zo weer. Het is nu de volgende dag. Het is nu dinsdag. En het is nu 7:15 s'avonds. Jullie kunnen zien, buiten is het al donker. Ik heb mijn comfy kleding al aangetrokken. Dit shirt komt van de H&M met Everywhere erop. Mijn broek komt van de Nike Store. Superleuk. Ik ga nu even naar beneden. Even kijken hoe het met de vlog zit. Die jullie afgelopen woensdag en vrijdag hebben gezien. En daar ga ik even kijken, want hij deed er best wel lang over. Ik ben ook nog in bad geweest. Echt superleuk. En lekker. Ik ben ondertussen overkouden, dus dat is niet zo heel fijn. Dus ik ga even naar beneden. En ik zie jullie zo weer. De vlogs die zijn nu aan het uploaden. Deze is nu geüpload en deze moet nog uploaden. En ondertussen horen jullie de klok. Het is nu 8:30. Ondertussen eet ik deze Linda chocolade. En ondertussen drink ik lekker een kopje sinaas. En ik ben aan het editen. En dan draai je om. En dan zit deze lieverd hier. Zit vijf. Oh, super schattig. Super cute. Dus ik ga nu weer even verder editen. Ik vind dit echt wel een mooi getal. 607 abonnees op mijn YouTube kanaal. En deze site waar je het kan kijken is Live Counts. En dan ga ik het nu refreshen. En ik denk dat ik nog steeds 607 heb. Ja, zo. Dus ben je nog niet geabonneerd en kijk je deze weekvlog, abonneer je op dit kanaal. Dit nummer van Lil Kleine is zo goed. Het nieuwe album heet WOP. En ik heb het hele album op Spotify. Dus, yeah. Het is nu woensdag en ik ben op stage. Yay, tot 5. En het is nu 11:30. Ik heb vaak de vraag gekregen waar ik stage loop en hoe het er eigenlijk uitziet. Dus ik laat jullie het nu zien. Ik heb veel de vraag gekregen waar ik natuurlijk stage loop. En dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Maar jullie hebben ook gevraagd hoe het eruit ziet en zo. Dus dat laat ik jullie nu zien. Nou, het is dus nu vrijdag en ik ben net klaar met mijn examen. Ik loop nu op Centraal en ik ga nu even naar de Appie om wat eten te halen. En daarna ga ik met Ines en Sylvana naar Battle of the Dancefloor in Hilversum. Dus ja, kijk gauw verder. Ik heb als eerst de lange nekken gehaald, een croissantje, een deodrink. Ook met perzik en sinaasappel. Lingo! Oh, hij is water. Oh nee. Lange. Stort die elleboog aan. We zitten dus nu bij een cafeetje. We zitten ons klaar te maken voor de show. Ik ben met Ines. Ines is er lipjes aan het doen. Ik ben met Sylvana. Met een leppie. Want ze komt net uit school. Ze is heel stout geweest, want ze is niet nagebleven vandaag. Bad Sylvana. Doe dit dus niet na. Ja, en ik zit hier. En ondertussen heb ik mijn powerbankie. En het wordt een leuke avond. Leuke dag. Namiddag. En ondertussen eet Sylvana kinder chocola. Dikke duim omhoog als jij er ook van houdt, van chocola, van die kinderchocola. En zeker ook als je ongesteld bent, sorry. Sorry, sorry. Ik wil zo meteen even buiten, want dat is leuk. Awkward! 21! Yeah, we zijn er. Hoi Sivan. Studio 21 en daar is Max. En wij moeten zo meteen, ik ga jullie meenemen, dat is leuk. Wij moeten zo meteen hier naar boven voor de Battle of the Dancefloor. Dus superleuk. Opnames, Battle of the Dancefloor. Yeah. Oké, we zijn bij RTL en we lopen nu langs de Walk of Fame. Peter, Albert Verlinde. Wie is dit?
is trouwen. Jette van en mij, Connie, ken ik niet, Jan de Hoop, Daphne Dekkers, en nou Giovanna, Irene, Carlo, Edwin Evers, Wendy van Dijk, Martijn Kamé en Gordon. En wij zijn hier bij RTL. En Ine staat daar, en Giovanna is er ook. Hey. Kijk dit water, Giovanna, dit is jouw zwembad toch? Oh, ga je dat doen dan? Nee, kijk dat gezicht. RTL. Ik wou mijn vriendin kijken hoe jij deze al fijne doet. Yeah. Daar staat Ines bij RTL. We zijn binnen bij Battle of the Dance Floor. We hebben opname. Oh, het is de 7e opname. En we hebben net onze tassen in zo'n ding moeten proppen. En Ines heeft hier haar tasje. En Savannah. Sorry. En ja, we zitten hier nog wel even. Een uurtje. De kleur van het kaartje geeft aan in welke volgorde je de studio betreft. Dura, na na. Ja. Peace. Yo, het is vandaag zaterdag en het is nu al 14:45 of zoiets. Ik ga lekker in een warm bad zitten, want daar heb ik het zin in en ik heb het echt mega koud. Ja, het weer is ook niet echt heel erg lekker of zo. Wat ik nadat ik in bad ben geweest ga doen is, ik heb zin om mijn hele kamer te gaan veranderen. Dus dat ga ik doen en misschien maak ik daar nog een aparte serie over van hoe mijn kamer dan uiteindelijk wordt. Ook nieuwe meubels, maar dat zien jullie allemaal wel op mijn YouTube kanaal. Ik denk niet dat er een serie komt, maar ik laat het wel zien in de weekvlog, weekvlogs. Dat is super chill, dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu in bad en dan spreek ik jullie zo weer. Ik zit dus nu hier te werken. Ik zit er letterlijk over na te denken om een nieuwe vlogcamera aan te schaffen. En die laat ik jullie nu zien. Is dat klaar? Maar goed, als je mijn vlogs niet wil missen, dan moet je zeker even abonneren op mijn YouTube-kanaal, of wil je het niet gedaan hebben. En ja, dat wilde ik eigenlijk nog vertellen. Ik ga bij deze gelijk eens even afsluiten. Dus even... Ja, ik ben ondertussen bezig met mijn kamer. Het is vandaag zondag. En het is nog best wel een troep. Ik lig nu in mijn bedje. Superleuk. Ik heb het zeg maar... zo ingedeeld, want ik ga zo meteen een Q&A opnemen, maar ik ga eerst even mijn kamer opruimen. Ik denk dat ik daar nog ongeveer een uurtje mee bezig ben en dan ga ik een video opnemen, een Q&A. En dat wordt superleuk. Dus ik laat je nu zien hoe ik er nu bij lig. Ik lig er nu zo bij, ik kijk nu ondertussen een programma op Nickelodeon en er is niks leuks op tv, dus dat. Ik lig er nu zo bij, dit moet ik allemaal nog opruimen. En als ik uit mijn raam kijk, ik ga dus nu de Q&A opnemen die jullie mij hebben gestuurd te vragen. Zo zit ik er dus bij, met mijn comfy sweater. Ik heb mijn haar net gedaan een beetje. Gewoon rustig in mijn joggingbroek. En dit is dus de nieuwe setting. Dit is de nieuwe setting. Mijn camera die staat nu daar, bij het punt van mijn bed. En ja, ik zit dus gewoon nu hier. En als ik dit zie... Als ik... Jullie zien alleen maar dit. Maar ik zie zeg maar wat er ook om me heen is. Dit moet ik nog allemaal opruimen. En ja, binnenkort ga ik ook een roomtour opnemen. Dus daar kunnen jullie ook weer naar uitkijken. Ik ga dus nu de Q&A opnemen. En aan deze weekvlog komt dus ook een eind. Ja, want deze moet morgen voor mij online. En ik ga toch niks meer boeiends doen. Ik ga nog even mijn kamer opruimen en even een paar video's editen. Maar het is niet echt leuk voor jullie om te laten zien. Dus bij deze sluit ik de weekvlog af. Ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet die dikke duim niet omhoog te doen. En vergeet ook niet te abonneren hieronder de video. Dat zou ik super leuk vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!